En we gaan even over naar VWS. In het ministerie praat ik met Ron Roosendaal. En hij is degene die normaal verantwoordelijk is voor informatiebeleid, maar nu ook bezig is met de Epafon die dit weekend van start gaat. En die eigenlijk moet zorgen dat wij 28 april een tracking en een tracking app hebben. Ron, vertel eens even. Dit is de eerste keer dat ik de overheid sneller heb zien rennen dan ik zelf. En dat was wel eventjes verbazingwekkend dat ik erachteraan moest gaan. Jij hebt echt, vorige week heb jij er een mailtje uit gedaan dat wij konden reageren voor de Pasen. 700 reacties hoorde ik dat binnenkwamen en nu is een Epafon georganiseerd. Vertel even hoe dit tot stand is gekomen, dit project. Ja, dat begint nog eigenlijk een paar dagen daarvoor. Het Outbreak Management Team, de wetenschappers die de overheid adviseren over te nemen maatregelen, kwamen met het advies om te onderzoeken of het verstandig was, of het mogelijk was om het werk van de GGD te ondersteunen met digitale hulpmiddelen. Je moet je voorstellen, als wij zometeen allemaal wat meer bewegingsvrijheid hebben, dan wordt het weer zaak om de infectieziekte in te dammen, daar waar toch sprake is van infectie. Dat is, noemt de GGD, dat is het werk van de GGD, bron- en contactopsporing. Met wie ben jij allemaal in contact geweest als jij toch corona hebt gekregen? En die mensen moeten opgespoord en die mensen moeten gewaarschuwd. In de gewone wereld betekent dat iedereen bellen die op dat carnavalsfeest in Den Bosch was, om te checken of ze klachten hebben gekregen. Dus in de gewone wereld is dat heel veel werk waarbij je moet ontdekken, moet uitzoeken wie was er eigenlijk op dat feest. En die moet je allemaal bellen, je moet telefoonnummers vinden, je moet ze spreken, je moet ze adviezen geven. Dat is intensief werk. Kost dagen, doen veel mensen aan mee. En dat kan gewoon niet met grotere aantallen. De aantallen die wij hier hebben, kan dat niet meer. Dus daarom hebben we ook al die apps over de hele wereld over ons heen zien komen. En op een gegeven moment kwam Hugo de Jong, die kwam op het journaal en zei, of op de persconferentie, die zei, wij gaan ook zo'n app onderzoeken. Nou ja, eigenlijk was dat dezelfde dag dat het Outbreak Management Team zei, we hebben iets nodig om sneller en meer mensen te ontdekken als er sprake is van een infectie ergens. Ja. Dus die avond zei de minister, ik ga dat advies wat ik vanmiddag gekregen heb, ga ik opvolgen. Ik ga iets doen. En daarom is het ook dat alle landen in de wereld op zoek zijn naar manieren om hun GGD te ondersteunen bij bron- en contactopsporing. Want daar gaat dit over. Dit is niet een app om mensen te traceren terwijl ze op straat lopen, om mensen tegen te houden. Dit is bedoeld om het werk van de GGD, dat heel intensief is en heel ingewikkeld, te helpen op het moment dat we allemaal weer wat meer beweging krijgen. En tegelijkertijd, we weten niet heel precies of en hoe dat ook echt werkt. Daar moet je ook heel eerlijk in zijn. Er is begin van onderzoek, wetenschappers in Oxford die zeggen, het kan helpen als mensen dit doen, om sneller en beter te weten wie je moet vragen of ze klachten hebben gekregen, om van een generieke lockdown waar iedereen in isolatie is, eigenlijk te komen tot veel gerichtere maatregelen. Ja, en we hebben natuurlijk ook gewoon ook andere landen gezien. Het is ook al in Singapore is het zeg maar al geïntroduceerd. Ja. Dat was de eerste die eigenlijk via Bluetooth werkte en anderen die hebben andere appjes gemaakt. Dus hoe ging dat toen verder? Want toen moest je wel, want het was op de persconferentie. Wat gebeurt er dan in zo'n ministerie? Nee, ja, wat er gebeurd is, weten we eigenlijk precies hoe dit moet? En dan is het antwoord, nee. We weten niet wie het precies kan. We weten wel dat we het veilig willen. We weten wel dat we het anoniem willen. We weten wel dat het niet zomaar duidelijk moet zijn om wie het gaat. Dus we hebben wel een heleboel eisen. Maar we gaan niet zelf die app bouwen. Nee. Dus wat we gedaan hebben is vragen aan de beste mensen van Nederland. Gewoon aan iedereen in Nederland die hier verstand van heeft. Wat kan er? Is het mogelijk om een ondersteuning te bieden aan de GGD bij bron- en contactopsporing met digitale hulpmiddelen die ook nog eens heel veilig is en heel privacy, in de privacy beschermt. Ja. Juist om zeg maar de beste denkers van Nederland op te sporen en aan te sporen. Ja, oké. Okay. En er waren natuurlijk al een hele hoop mensen mee bezig, zeg maar. Die hadden ook allemaal al informatie naar jullie toegestuurd en zo. En jullie werden zeg maar van links en rechts en bovenaan en beneden werd je gebombardeerd met ideeën. En toen heb je dat in kannen en kruiken, zeg maar, gegoten. Ja, kijk, we hadden al heel veel voorstellen gehad, maar we hadden nog nooit aan iedereen gevraagd, hoe zou je dit doen? Dus toen hebben we besloten om ook aan de mensen die zeg maar al helemaal uit eigen beweging hadden gezegd, we hebben wel een goed idee, om te zeggen, dien je voorstel maar gewoon in dit weekend. En daar kwamen tot onze grote verrassing meer dan 700 berichten uit, waarvan meer dan 660 mensen met een echt voorstel, rond de 660 mensen met een echt voorstel. Ja, en toen begon het ingewikkelde proces, want wij hadden natuurlijk ons niet gerealiseerd dat er zoveel mensen zouden zijn met goede voorstellen. Ja, dus hoe beoordeel je nou 660? Jullie hebben gewoon 65 van die deskundigen ergens vandaan gehaald. En hoe is dat? Kijk, de eerste,
Ja, de eerste stap was eigenlijk de eenvoudigste stap. Het administratieve selectie. Is het een echt voorstel? Kan het echt volgende week getest in een hackathon? Zijn er echt mensen al bezig om na te denken over implementatie van? Nou, daar kwamen er ongeveer 60 uit. En dan wordt het ingewikkeld, want wij gaan niet beoordelen. Dus wij hebben gevraagd, hebben een oproep gedaan aan mensen. Heb jij verstand van epidemiologie? Heb je verstand van informatiebeveiliging? Heb je verstand van gezondheidszorg? Heb je verstand van privacy? Kortom, heb je verstand van de competenties die nodig zijn om dit te kunnen beoordelen? Om met ons, en dus zelf, hun expertopinie te geven over de verschillende voorstellen. Ja. En er zijn 67 mensen die hebben gisteren op basis van hun expertise deelgenomen in een groot aantal teams. En hebben al die voorstellen doorgeflooid om te vertellen wat ze ervan vinden. Ja, en maar hoe doe je dat nou, zeg maar 60 voorstellen met 65 mensen? Wat we gedaan hebben is teams formeren waarin elk team zaten die 5 competenties. Dus in elk team zat iemand met verstand van epidemiologie. En elk team zat iemand met verstand van privacy. Dus dat is zoals we het gedaan hebben. Die teams hebben we gezegd, we gaan jullie geen vinkenlijstje meegeven. We willen heel graag dat jullie je expertadvies geven over wat jullie zien. En dat aan ons meegeven. En daar kwam al heel snel een klein groepje uit, wat eigenlijk iedereen in meer of mindere mate ondersteunt. Dat is natuurlijk wel ingewikkeld, want een voorstel kan epidemiologisch heel goed zijn. Ja. En wellicht op privacy nog sterk te verbeteren. Ja. Dus het is wel zo dat, kijk, dit zijn niet, kunnen ze niet allemaal zoals ze nu zijn, direct implementeren. Ja. Wat we gezegd hebben is, kom eens tot een selectie van iets wat kansrijk is op alle gebieden, op alle eisen. Ja. En dus ja, het op sommige zal er echt nog iets moeten gebeuren. Dat zullen ze dit weekend moeten laten zien dat ze dat kunnen, bijvoorbeeld op beveiliging. Ja. Of op betere aansluiting bij het epidemiologisch proces. Ja, oké. Okay. Hey, en gisteren dus die 65 deskundigen, hoe ben je daar aangekomen? Ja, dat hebben we gedaan. 1, met een brede oproep. En ook gewoon, ook via de mensen die ons gelukkig overigens zelf hebben geadviseerd gewoon uit zichzelf. Wij zijn heel blij met coalities als Veilig Tegen Corona of de wetenschappers. Ja, die hebben allemaal gewoon uitgenodigd. En hebben die allemaal virtueel meegedaan of reëel? Dit was allemaal virtueel. Oké, tot nu toe was alles virtueel. Oké. Dus ja. Daar zijn 7 selecties uitgekomen. Die zal ik hieronder plaatsen onder dit voorstel. En ik heb daar toevallig al met 1 iemand, heb ik daar eens een beetje doorheen gebaggerd. Een Jelle Prins, die voor Uber had gewerkt en voor Booking en dat soort dingen. En die zei ook van, ik zit morgen ook klaar met een team van mensen om te helpen om deze voorstellen te verbeteren. Dat was echt gewoon heel positief. Wat gaat er nou morgen gebeuren? Ja, wat er morgen gaat gebeuren is, deze leveranciers die gaan gewoon 36 uur niet slapen. Die beginnen morgenochtend met een presentatie aan het publiek, maar ook aan experts, van waar ze staan. En experts gaan ze gewoon bevragen, gaan ze uitdagen, gaan vertellen wat er echt niet oké is en beter moet. Maar vandaag al zijn die leveranciers begonnen, ze hebben een masterclass epidemiologie gehad van de GGD. Ja. Dit is zoals wij ons werk doen, dit is wat jij moet ondersteunen. Ja. Hun broncode is ter beschikking gesteld aan een organisatie die de broncode gaat testen en penetratietesten gaat doen. De autoriteit persoonsgegevens heeft alle voorstellen gekregen om te beoordelen. Dus het is vandaag begonnen. Ja. Maar morgen gaan we echt los in die zin dat al deze leveranciers, ja, die gaan 36 uur niet slapen, gaan hun voorstellen laten zien. Ja. En die zullen dat een heel weekend lang moeten blijven verbeteren. En wat wij belangrijk vinden, wij gaan geen concessies doen. Er zullen geen concessies zijn aan privacy, geen concessies aan informatieveiligheid. Er gaan geen concessies gebeuren. Nou, sorry Ron, even. Ik heb al een tijdje in ICT gezeten. Elk project wat jij doet in ICT, dat is gewoon een compromis. Echt gewoon, er bestaat geen perfecte app. Maar goed, ik begrijp dat je duidelijk, je zult gewoon niet zeggen, hey, dit is een fantastische app, maar de veiligheid, we zullen daar gewoon mee werken. Nog preciezer. De broncode wordt openbaar. Ja. Dat is een eis. Ja. Als het niet goed is, hoop ik dat iedereen in Nederland die daar verstand van heeft, dat ook gewoon gaat zeggen. Okay. Wij zijn hier heel precies in. Hier zit niet iets achter. Wij gaan iedereen meekijken. En laten we duidelijk zijn, dit mag niet misbruikt worden.
Het mag niet zo zijn dat het een eis wordt. Het zal vrijwillig zijn. En laten we ook heel duidelijk zijn, als er niet aan de eisen wordt voldaan, dan komt die app er dus ook niet. Oké. Nou, prima. Hartstikke mooi. Dat is duidelijk. En het moet er ook heel snel zijn. Die experts, hoe wordt het publiek, wat kan het publiek zien en wat kunnen de experts zien? En wie zijn de experts morgen? Ja, de experts zijn alle mensen, die zijn gevraagd om mee te denken. Er zitten ook gewoon weer epidemiologen tussen. Er zitten ook gewoon weer wetenschappers tussen. Maar zijn dat diezelfde als van gisteren, zeg maar? En ook heel veel anderen. Oké. Okay. En iedereen kan meekijken. Dus het wordt volledig openbaar. Okay. Iedereen kan meekijken, ook experts van buiten en ook publiek. Oké, dus morgen vroeg dan is die website zeg maar klaar. Dan krijgen we eerst een aantal, dan krijgen die 7 mensen moeten een presentatie geven. Ja, die gaan laten zien wat ze in huis hebben. Ja? Ja. En dan zie je ook gewoon dat een aantal, en dan kunnen die deskundigen, die kunnen allemaal vragen gaan stellen. Zitten die allemaal in een zaal of zitten die ook allemaal op afstand? Die zullen voor een deel hier bij VWS zijn en voor een belangrijk deel zullen ze, net als jij en ik nu, op afstand kunnen meekijken. Oké. En dan, je kunt dus zowel de presentatie als de discussie, zien. Hoe lang is dat per persoon die presentatie of per team? Uit mijn hoofd, maar nu word je heel precies 1 minuut of 5. Oh, 5 minuten een presentatie en daarna gewoon nog, en daarna dan nog een 20 minuten vragen of zo. Daarna komt een paneldiscussie en dat zal nog een paar keer die dag gebeuren. En iedereen kan de hele dag door vragen stellen en kijken hoe die partijen zich verbeteren. Oké, dus ik kan van buitenaf kan ik ook gewoon naar zo'n team toe en dan kan ik ook vragen stellen en dan krijg ik ook antwoorden. En ik kan ook de source code die er op dat ogenblik is, kan ik ook inzien. De broncode wordt openbaar, ja. Ja, en die is morgen dus al gewoon openbaar. Die kun je dus al, die kan al gewoon bekeken worden. Die is vandaag ter beschikking gesteld, dus ja. Ja, oké. Okay. En dan is het, zeg maar, dat is dus zaterdag. Dan heb je op een gegeven moment, dat gaat dus een paar keer door. Met publieke momenten en momenten dat het team werkt. Wat gebeurt er op zondag? Nee, op zondag aan het eind van de dag volgt er een publieksadvies en een expertadvies. Dus die mensen hebben de dag niet geslapen, zondagochtend zich weer gepresenteerd en weer verbeterd. Aan het eind van de dag laten ze zien waar ze staan. En dan volgt er een publieksadvies en een expertadvies, op basis waarvan we de volgende stap ingaan. Oké, okay. Dus aan het einde hebben we dus 2 adviezen van het publiek en van de expert. Daar komen dan 2 verschillende adviezen uit, die kunnen allebei hetzelfde zijn. En wat gaat daarna gebeuren met die 7 teams? Ja, kijk, je moet je voorstellen dat zo'n voorstel kan epidemiologisch perfect zijn volgens experts en op andere gebieden net iets minder. Dus het is niet een top 5 of zo. Het is geen ranglijst. Het zal een afgewogen advies zijn. En afhankelijk van wat er uitkomt gaan we verder. En de autoriteit persoonsgegevens heeft ons beloofd op maandag te vertellen wat zij vinden. Wow. En dan gaan we kijken waar we staan. Wauw, oké. Okay. Dat is echt een rollercoaster alle tijden. En morgen is het dus gewoon voor iedereen toegankelijk. Is de website naam al bekend? Uit mijn hoofd is het rijksoverheid.nl/coronavirus, maar ik zal je zo doorgeven. Kun je hem onderaan in de video zetten. Ik zal hem onderaan zien. Nou, dankjewel Ron. Het was weer een super snelle marathon en morgen gaat het dus ook gebeuren. We gaan eens kijken naar zo'n heel open terrein. Er zijn nu al een aantal experts die lopen te mopperen in de kranten, van dat ze dit niet goed gehoord zijn van dit en niet gehoord zijn van dat. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou ja, kijk, wij proberen een zo transparant, open mogelijk proces te doen. Een proces onder hele hoge druk, met een hele hoge snelheid. Ja. We hebben dat, naar mijn geweten, zo goed mogelijk gedaan. En tegelijkertijd realiseer ik me dat het heel snel is. En dat een voorstel epidemiologisch bijvoorbeeld helemaal goed kan zijn. En op andere aspecten nog niet zo goed. Dus ja. Wij zijn echt heel blij met iedereen die meedenkt. En met elk voorstel voor verbetering. Ja. Hoe voelt de sfeer daar? Nou ja, de sfeer is hier dat iedereen heel erg probeert er het beste van te maken, omdat dit zo bijdraagt aan bron- en contactopsporing en dus aan een slimme exitstrategie. Ja, hey. Nou is er nog een laatste vraag. Er is ook een 2 kleine partijen die doen ook mee. Hè? Die hebben ook eigenlijk zo'n app die ze aan het voorbereiden zijn. Apple en Google bij elkaar. Dat is in ieder geval een paar miljard van die smartphones. Dat is natuurlijk wel gewoon een grote partij. Hoe is die erbij betrokken op deze manier? In dit proces? Kijk, onze eis is dat in de loop van de volgende week er iets zou moeten kunnen zijn. Apple en Google hebben gezegd dat ze in de loop van de volgende maand komen met een platform om apps op te gaan ontwikkelen. Daar zien wij naar uit. Maar tegelijkertijd, voor ons is het nog niet snel genoeg. Ja, oké. Okay.
Hartstikke mooi. We zien jou morgen, Ron. Top, bedankt. Dankjewel. Dank, Vincent.